8 gezonde kruiden die je helpen gewicht kwijt te raken. 8 gezonde kruiden die je helpen gewicht kwijt te raken. Deze kruiden zijn een geweldige aanvulling op ons dieet als het gaat om het versnellen van ons metabolisme of het verminderen van de ophoping van vocht om te helpen bij het afvallen. Om gezond te blijven, moet je een paar dingen in gedachten houden. Geloof het of niet, er zijn sommige natuurlijke supplementen, zoals gezonde kruiden, die daadwerkelijk kunnen helpen om de activiteit van je metabolisme te verbeteren. Dit zal je lichaam helpen om het vet gemakkelijker te verbranden. We promoten geen wondermiddel voor gewichtsverlies. We raden echter aan om deze ingrediënten te gebruiken die tijdens het proces als bondgenoten zullen werken. Hieronder vind je verschillende medicinale kruiden die elke dag kunnen worden ingenomen om het lichaam te reinigen, honger onder controle te houden en het gebruik van calorieën te bevorderen. Ze zijn heel gemakkelijk te vinden. Bovendien zijn ze erg handig voor het voorkomen en behandelen van verschillende ziektes die de gezondheid kunnen schaden. Lees gauw verder en ontdek 8 geweldige opties die je moet proberen. 1. Jeneverbes is een van die gezonde kruiden. Jeneverbes bevat antioxidanten die helpen om gifstoffen uit het lichaam te verwijderen. Ze interfereren echter niet met metabolische activiteit. De ontstekingsremmende componenten helpen de spijsvertering te reguleren. Dit is belangrijk voor het voorkomen van een langzame darmtransit. Maak het klaar als thee en drink 2 keer per dag. Paardenbloem is rijk aan vitaminen, mineralen en diuretische componenten, en is een populair kruid dat kan helpen bij gewichtsverlies. Het wordt gekenmerkt door zijn vermogen om de eliminatie van vloeistoffen en gifstoffen uit het lichaam te bevorderen. Deze kunnen ontsteking en langzame stofwisseling veroorzaken. Je kunt het als thee nemen, 2 of 3 keer per dag. Als je wilt, kun je wat citroensap en honing toevoegen. Verbena. Vervolgens staat verbena bekend als een natuurlijke zuiveraar. Dat maakt het ideaal om onnodig afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. Daarnaast heeft het componenten met spijsverteringseigenschappen die de darmbeweging verbeteren. Bovendien kalmeert het buikontsteking. Maak een thee met dit kruid en drink 2 keer per dag. Rozemarijn. Rozemarijn is een populaire plant die erkenning heeft gekregen vanwege zijn vele culinaire, cosmetische en medicinale toepassingen. Lange tijd stond deze plant bekend als een grote bondgenoot voor gewichtsverlies. Dit is niet alleen omdat het helpt om afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. Bovendien optimaliseert het spijsverteringsproces. Je kunt het gebruiken als kruid voor je eten, of je kunt er een thee van maken. Als je voor het laatste kiest, drink het dan 2 maal per dag. Artisjokken zijn populair geworden vanwege hun zuiverende en antioxiderende eigenschappen. Deze maken de artisjok ideaal voor het stimuleren van gewichtsverlies op een gezonde manier. Artisjokken zijn rijk aan diuretische vezels, vitaminen en mineralen. Het zijn planten die de spijsvertering ondersteunen, je langer vol laten voelen en helpen om vastgehouden vloeistoffen te verwijderen.
Je kunt ze rauw eten of toevoegen aan je recepten. Voor gewichtsverlies wordt aanbevolen dat je ze in water bereidt en dit water vervolgens 2 of 3 keer per dag drinkt. Berk: de eigenschappen van het gewichtsverlies van berk komen van zijn lipideverlagende en cholesterolverlagende eigenschappen. Deze kunnen helpen om lipidestoffen te verminderen en af te breken. De ontstekingsremmende stoffen herstellen de correcte werking van het lymfestelsel. Dankzij dit gegeven helpt het ook om gevaarlijke gifstoffen te elimineren. Er moet ook worden vermeld dat het helpt bij het stimuleren van de productie van gal. Dit is een belangrijke stof voor de vertering van vetten. De droge bladeren kunnen tot thee worden verwerkt. Drink het 2 keer per dag. Je kunt er ook een vloeistof van maken die aan je thee, vruchtensap of water kan worden toegevoegd. Groene thee. Groene thee is ongetwijfeld een van de meest heilzame kruiden als het gaat om gewichtsverlies. Het is rijk aan antioxidanten zoals catechines. Het is dus een metabolische en lymfatische stimulant die de eliminatie van afval en vetten bevordert. Je kunt het vaak drinken als aanvulling op remedies voor het beheersen van hoge cholesterol en bij cardiovasculaire problemen die vaak gepaard gaan met overgewicht. Het is echter ook een zuiverende, ontstekingsremmende en diuretische drank. Bereid de thee en drink 2 kopjes per dag. Als je wilt, kan het ook worden ingenomen als tabletten of als een extract. Zorg ervoor dat je de aanbevelingen voor gebruik opvolgt. Munt. Munt heeft spijsverteringsvoordelen en ontstekingsremmende eigenschappen die kunnen helpen om de lichaamsprocessen te verbeteren als het gaat om gewichtsverlies. Hoewel het geen vetverbrander is, kun je het opnemen in je dieet om giftige stoffen en vloeistoffen te verwijderen. Maak het klaar als thee en drink het tot 3 keer per dag. Voeg het toe aan je smoothies, sappen of limonades. Als je al het mogelijke doet om weer gezond te worden, kies dan een van deze gezonde kruiden en gebruik deze om je voedingsplan te verbeteren. Vergeet niet dat het toepassen van gezonde kruiden gepaard gaat met een gezonde levensstijl. Daarom is het erg belangrijk dat je een gezond dieet volgt en sport.